Straks de Nederlandse Julie Minguel kwam heel ver bij de Engelse X-Factor en hoogte- en dieptepunten van het CDA-congres met waarnemend voorzitter Henk Bleker en Felix Rotterberg over het geschreeuw van Camille en de tranen van Maxime. Ik houd van onze partij. En ik geloof in onze partij. Ja, de Tweede Rijdoor staat vandaag geheel in het teken van het CDA-congres van dit weekend. Te beginnen met de voorpret. Een CDA-lid komt op weg naar het congres met beeldspraak die haar prachtig bij haar fysiek past. Wagen bond zo'n eigen al. Even degene die voor het akkoord zijn, even zijn hand op te steken. En dan, nu de tegenstanders. Eén hand, Charles, één hand. Het CDA heeft gewoon een heel goed akkoord kunnen afsluiten. En ik vind gewoon het land moet geregeerd worden. En we moeten de hand in eigen boezem steken. Goed, dan naar het congres zelf. Aan het woord komt CDA-lid Braakman, die zichzelf op passende wijze introduceert. Ik ga naar microfoon nummer 6. En dan kom ik u. Herstel, heb je nog een minuutje? Microfoon nummer 6. Ik ben Wil Braakman. Hierna komt de hoogbejaarde oud-premier Piet de Jong aan het woord en Gerda Verburg is zo vriendelijk om de microfoon voor hem vast te houden. En dat klinkt simpeler dan het is. Ik wil beginnen met mijn waardering uit te spreken voor het enorme werk dat zowel in de commissie als hier is uitgevoerd om dit mogelijk te maken. We waren begonnen met overal vrijheid van godsdienst en aan het eind bleek dat opgeheven te zijn voor de islamieten. Ja, dan zijn we aangekomen bij het moment suprême. Congresvoorzitter Jos Hoeben brengt de resolutie. We moeten niet meedoen met de PVV-instemming. Als u voor deze resolutie bent, als u voor deze resolutie bent, dan vraag ik u om uw stemboekje, zoals u dat in uw hand hebt, omhoog te steken. Als u voor deze resolutie bent. Ik vind het niet duidelijk. Gaat u zitten. Oké, dat werkte niet helemaal. Dus voorzitter Jos gaat het even helemaal anders doen. De congresgangers kunnen hun stem nu in een mandje doen. Zo dadelijk gaan de mandjes rond. En dan kunt u uw stembriefje inbrengen. Als u voor deze resolutie bent, dan doet u het stembriefje met voor in het mandje wat u passeert. Als je voor de samenwerking bent, stem je tegen de resolutie. Ben je tegen de samenwerking, stem je voor deze resolutie. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Dames en heren, het was bij sommigen niet duidelijk welke resolutie aan de orde was en hoe je dat moest lezen en hoe niet. Nee, wat ik ga doen, dat is deze resolutie op nu in stemming brengen. Ja, goed, zo gezegd, zo gedaan. Er wordt opnieuw gestemd en geloof het of niet, resolutie 1 is eindelijk behandeld. Hoezee. Voorzitter Jos denkt ondertussen, als we nu toch bezig zijn, jas ik er nog even een resolutie erin. Ik ga nu in stemming brengen. Resolutie nummer 2. Dames en heren, dat ga ik echt doen. Ik wil de partijbestuursresolutie in stemming brengen. Ik sta op ingediende resoluties. Nummer 1, herstel. Resolutie nummer 1. Ik keek in mijn boekje onder hoofdstuk 2 ingediende resoluties. Oké, we zijn er nog. Ja, congresvoorzitter Jos Hoeben lijkt inmiddels behoorlijk op de warge leraar wiskunde die geen orde kan houden. En in zo'n geval begint de vervelende puber uit de klas zich natuurlijk te roeren. Wat wilt u vragen bij microfoon nummer 3? Hallo. Voorzitter, ja? Ik heb een punt van orde. Nee, tijdens de stemming kan er geen punt van orde worden. Ja, maar verandert de orde. U verandert de orde en geeft ons daar niet bij het woord. Dat kan niet. Inmiddels zijn we zo ver gekomen dat er een resolutie nummer 2 gestemd kan worden. En dus duurt Jos zijn martelgang nog even voort. En in dit geval gaan we stemmen met blauw. Blauw. Blauw, ziet u dat? Bent u dus voor deze resolutie? Nee. Ik ga stemmen. Nee. Ik vind het belangrijk dat er geteld wordt. Dan vraag ik u om de gele kant omhoog te houden. Degenen die voor deze resolutie zijn, steken die de gele briefjes omhoog. Hier vanaf het podium
was het duidelijk dat de resolutie is aangenomen. Ja, dat was dat. Maar zoals bekend was Jos Huber niet de enige spreker. Ook ex-minister Kamil Eurlings sprak de CDA-troepen toe. Maxime, jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier openbaard, het diepste van je ziel met ons gedeeld. En zo ken ik jou al 12 jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed. Je bent een christendemocraat in hout en nieren. Jij zult onze idealen nooit verloochenen. Ik wil je nog wat zeggen. Als ik de introductie zie van Henk Bleker. Ik had de tranen in mijn ogen, Henk. Christendemocraat puur zo. Jij hebt ook gewikt en gewogen. En jij staat ook voor deze opdracht. En ik dank jullie voor alle steun. Maxime, chapeau. Ja, en het betoog van Camille deed ons sterk denken aan deze man. Je weet, Henk. Je bent niet zomaar een vriend. Je bent mijn allerbeste vriend. Maar wat ben je toch een geweldig iemand. De beste, dat ben jij. Vriendelijk, hulpvaardig, sympathiek. Niks dan lof, Henk. Niks dan lof. Hip, 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 hoera, Henk. Chapeau, chapeau, chapeau. Ik wil naar een volgend fragment van het CDA-congres, want dat willen we graag met u bespreken. Eurlings, opvallend. Onze partij heeft het heel erg moeilijk. En tegelijkertijd hebben wij het grootste congres in de Nederlandse geschiedenis. Onze volkspartij die staat en die leeft. En ik sta hier dan ook als een trots CDA-lid uit Valkenburg. Ik ben CDA, ik blijf CDA, ik word nooit van mijn leven van de PVV. Maxime, jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier openbaard, het diepste van je ziel met ons gedeeld. En zo ken ik jou al 12 jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed, je bent een christendemocraat in hout en nieren. Jij zult onze idealen nooit verloochenen. Jan. Gadverdarrie. Gadverdarrie? Ja. Mogen we even kotsen? Mag ik even het onderzoek? Leg even aan meneer Bleker vooral uit waarom je hier van. Nou ja, die verregaande slijmballerigheid van zo iemand. En die onverdraaglijke foute uitstraling. Nou, dat laatste vind ik fout van jou. Je kunt het op de inhoud. Kun je het niet met hem eens zijn, maar om Maxime daar of om Camille daar weg te zetten als iemand met een foute uitstraling, kom op. Ja. Maar wacht even. Dat vind ik ook echt fout. Ja, nee, zo doen. Ach, nee, zo deed hij niet. Kom nou zeg. Kom op. Ja, nee, dat Pim houdinkje. Hou het dan het was toch niet om aan te zien, die man. Je kunt best vinden dat het nogal fors en demagogisch was. Nou, kun je reken best vinden, maar van yes. Waarom te zeggen, maar jullie vinden dat nee, allemaal niet. Wacht, die foute uitstraling, Jan, dat vind ik niet kloppen. Ja, vind ik een foute uitstraling, Henk. Nou, ik vind het goed fout wat daar je zegt. Daar worden jullie niet nee, eens, Felix. Nee, ik vind fout wat jij zegt nu. Maar er gebeurt jij niet. Zou dit moeten disqualificeren. Nee, maar jij doet het niet. Je laat het aan een tafelheer over. Nee, nu, dit zijn twee Groningers met elkaar in discussie. Nee, helemaal niet. Zo gaat dat bij ons. Ja, nee, wat er gebeurde is dit. Als iemand in een hal spreekt met zijn retorische gaves, gaat hij zichzelf overschreeuwen. Laat me even uitpraten. Gaat hij zichzelf overschreeuwen. Dus wat er dan gebeurt is, wat jij denkt te horen in die hal, dat heeft een totaal ander effect als wij voor de tv. Dat is verschrikkelijk. Mm-hmm. Nee, ik maak het even af, Jan. Dat is echt verschrikkelijk. En wat hij vervolgens laat zien, hij is CDA's hoop in bange dagen. Hier staat de nieuwe leider van CDA. Ja. Die slijmt inderdaad naar Verhagen. Dat mag hij. En dat hij die Pim Fortuyn-houding maakt, dat ergerde mij minder. Nee, maar trouwens, wat is eigenlijk het fout met de term foute uitstraling? Is dat nou zo erg wat ik zeg? Ja. Zoiets normaals? Ja. Maar kom nou. Ik heb een ontzettende hekel aan om op uiterlijk van mensen... Nee, dit soort dingen. Dat doe je op toch? Gedrag? Nou, hoe kom je, ik praat hoe kom er niet verder over. We gaan door. Duidelijk. Wat bedoel je nou te zeggen? Ik ga toch niet af op uiterlijk? Nou, dat leek er wel op. Nee, op gedrag. Oh. Oké, dan is dat... Ja, nee, we spreken door. Door met... Maxime Verhaag. Maak je er niet zo makkelijk van af. Jan, genoeg. Nee, dat vind ik serieus. Mijn opa was wethouder voor de Rooms-Katholieke Staatspartij. Mijn vader, hij zit hier, 89 jaar oud, gedeputeerde voor de KVP. Ik ben 34 jaar lid van het CDA. Ik houd van onze partij en ik geloof in onze partij. Thank you.
Ja, zo gaat het, meneer Bleker. Hier is het eigenlijk nog het meest om te doen geweest. Ja. Zijn die tranen echt of niet? Nou, kunnen wij het beoordelen? Ik weet het niet, maar het lijkt me zo ingewikkeld voor u om daar iets van... Nou, weet u wat de achtergrond is? Kijk, er zijn twee opvattingen. Het is goed om dit te doen. Of althans, het is verantwoord. Mm-hmm. En het is niet goed. En wat we soms hebben gezien in die discussie... dat is dat de ene of de andere stroming, als het ware, een beetje... de morele superioriteit kaapte. En daar is Maxime heel erg gevoelig voor. In de zin van, als je tegen bent... dat je dan een soort van morele superioriteit zou mogen uitspreken... dan ten opzichte van degenen die voor zijn. En al diegenen die voor en tegen zijn... die doen dat allemaal vanuit een geweldige bewogenheid voor hun politieke partij. En die denken ook dat dat het beste voor het land... en voor de ontwikkeling van de christendemocratie is. En die elementjes, die hebben hier een rol gespeeld. En daar is Maxime Verhagen heel erg gevoelig voor. En ik snap dat ook wel, omdat hij... Emotioneel, zou je zelfs kunnen zeggen. Omdat hij in de publiciteit heel vaak weggezet wordt als de machtspoliticus, weet je. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt van ja, ho, ho, ho. Felix? Die emoties zullen absoluut waar zijn. En dat gebeurt zeker als je in een hal met 5000 mensen staat. Maar mag ik u nog één vraag stellen vanwege morgen? Een partijvoorzitter, ik weet iets van dat vak, dat is een vrij nederige rol. Maar u heeft nu echt een kans, hè? Hier hebben 1,4 miljoen mensen door de dag heen hebben dit gevolgd. Dat is iets ongelooflijks. Ja. Gaat u nu gewoon de twee mensen die een afwijkend standpunt hebben... adviseren om de uitspraak naar hun hart te laten wegen? En tegen Maxime zeggen, ga maar het verbond verbreden met de SGP... Het is heel essentieel, hè? Ja, we hebben het over VJ en Kopje, Jan. Even voor de goede... Dit is echt het Blekermoment, nu. De komende 24 uur. Nee, echt waar. Ik adviseer de hele fractie om die uitslag op twee manieren heel serieus te nemen. Er is een tweederde meerderheid die zegt... deze stap moeten we zetten. Er is een derde deel van het congres wat zegt... we hebben daar grote zorgen over... en die zijn zo groot dat wij nu nee zeggen. En ik vind dat die hele fractie de opdracht heeft... om daar een goed evenwicht in te vinden in een standpuntbepaling. En daar horen deze twee personen die hier worden getoond... Ferrier en Koppejan... horen daar ook de ruimte in te krijgen die daarbij hoort. Dit is voor een goed verstaander is dit helder. U leidt een zeer populaire bedrijf... in regionale televisie en radio, daar zeggen ze dat niet kunnen verstaan in Groningen. Kunt u het nu op zijn Gronings verstaanbaar zeggen? Gewoon helderder, duidelijker, eenvoudiger, simpeler. Ja, maar jij vond het wel verstaan. Ja, ik begreep het wel, maar zegt u gewoon... zij hebben het volste recht om bij hun standpunt te blijven... als het er uiteindelijk op aankomt. Ook voor Ad en Kathleen is het ook zo dat er 2/3 meerderheid... op het partijcongres zei, zet deze stap. Maar als hij... Ik vind dat ze dat ook heel serieus moeten meewegen in hun conclusie. En andersom zullen die andere 19 even zich heel goed achter de oren moeten krabben... dat er wel een derde is wat hier zorgen en bezwaren over heeft. En het is de kunst, denk ik, morgen om elkaar op dat punt de ruimte te gunnen. Twijfel jij aan de mogelijkheid die twee hebben om te zeggen wat ze echt vinden? Ja, is dat de achterliggende gedachte bij de vragen die je stelde? Intuïtief vertrouw ik u. U bent wel een knalharde politicus, maar dat moet u ook zijn. Mijn intuïtie zegt me dat u uiteindelijk, als ze u om advies zullen vragen... hun de ruimte gaat geven. Ik kijk u aan. Ik kijk terug. Ja, ik zie het. Hoe laat weten we het morgen? Om 5:00, 6:00, denk ik. Mag ik u sterkte wensen? Dank u wel. Wil je nog iets zeggen, Henk? Tot zover, tot morgen. Voorzitter, leden van de wrakingskamer. Ik dacht op zijn minst recht te hebben op een eerlijk proces. En met zo'n rechtbank... is een eerlijk proces wat mij betreft niet meer mogelijk. En ik hoop dan ook dat u het wrakingsverzoek honoreert. Want doet u dat niet, dan is dit niet alleen een politiek proces... maar dan is het ook een oneerlijk proces met bevooroordeelde rechters. Dank u wel.
Jij nog wat water? Ja, lekker. Dank je.